Beste kijker, welkom. We zijn hier in Dendermonde, in de Sarbostraat. Wauw. Ik heb een reportage te maken, maar dat ga je niet lukken. Nee, maar dat is hier, dat gaat niet, maat. Over erfgoed. Dat is al serieus genoeg, zeg je, rol dat erfgoed. Mag ik een beetje tandje bijsteken, maat? Zeg maar, hoort je mee? Zeker, doe maar. Hey, welkom beste kijker, u bent hier in Dendermonde, meer bepaald in de Sarbostraat, al waar er vandaag de kleikebab doorgaat. De kleikebab kadert in het project van de Rosse Buurten. De Rosse Buurten, een fantastisch project waarbij dat we een stoet maken met meer dan 1000 deelnemers en meer dan 1000 meter. Onwaarschijnlijk fantastisch. En dat is er een stukje voortraject en hier kan je zien, zijn we bezig met klei op een pitaspit. Aan het verdelen aan mensen die kunnen komen een paardje maken. Dat paardje wordt dan gebakken in een oven dankzij het kask en velen die daar staat in de verte. Hey, Veerle West, ça va? En zij gaat dat dan bakken en binnen 3 weken wordt dat dan nog een keer herbakken in een papieren oven hier. Met pigment, dat wordt gekleurd en er komen allemaal mensen bij. Het gaat over rituelen. We gaan allemaal mensen van verschillende tradities gaan rituelen. Slangenbezweerders. Oorhaar uithalen. Uitbranden. Wat gaan we nog allemaal doen? Over kolen lopen. We gaan hier van alles doen. Dus hier. En eigenlijk is het gewoon de bedoeling dat we de mensen hier in de buurt ook betrekken bij het project Rosse Buurten. Het is fantastisch, zeg. Wauw.